Lars Veldhuijk, voor deze wedstrijd zei je, wij willen als Sparta zijnde ook in uitwedstrijden meer onze wil opleggen, meer het spel laten zien dat we thuis ook laten zien. Hoe kijk je daarna vandaag terug? Als je daar alleen naar kijkt, denk ik dat het voetballend wel een van onze betere wedstrijden is geweest. Ondanks de omstandigheden met het oude veld en de harde wind. Denk ik dat als je puur naar het voetballende gedeelte kijkt, dat je daar wat tevreden over kan zijn. Toch kan ik me niet voorstellen dat je tevreden kan zijn over de uitslag? Nee, natuurlijk niet. We willen elke wedstrijd winnen. En zeker als je drie goals maakt in een lastige uitwedstrijd, dan moet dat normaal gesproken genoeg zijn. En we krijgen heel weinig goals tegen uitstaande situaties. Alleen vandaag zijn dat er drie en dat mag gewoon niet gebeuren. Die gingen er wel heel makkelijk in, hè, die twee corners? Ja, wat ik al eerder aangaf, de omstandigheden van het weer spelen daar een hele grote rol in. Maar hun nemen de corners goed. En ja, dan kan het wel eens gebeuren, maar niet drie keer. Dat denk ik ook, als je kijkt naar die corners. De eerste, de keeper komt uit, die zit ernaast. De tweede keer komt hij bijna dezelfde plek, blijft hij staan. Dat zijn toch wel dingen die beter kunnen, beter moeten. Nee, zeker. Kijk, standaard situaties die zijn heel belangrijk. Er worden heel veel goals uitgescoord. En we deden dat heel goed in de eerste helft, in de eerste seizoen zelf. Alleen nu krijg je de 3-1 wedstrijd tegen. Ik maak zelf wel een heerlijke goal, zeg. Ja, ik heb hem nog niet teruggezien, maar voor mijn gevoel zat hij er wel lekker in, joh. Wat gebeurde er precies? Je maakte een soort lichaamsschijnbeweging. Die tegenstander die was gelijk helemaal weg. Ja, de bal kreeg een beetje een lange bal, die stuiterde. En werd niet kort doorgedekt, dus ik kon open draaien. En ik neem één aanname mee en de bal stuitert nog een beetje. En eigenlijk tik ik hem heel licht door zijn benen heen en daarna schiet ik hem goed binnen. Wat voor gevoel ga je nou 2019 in na deze wedstrijd? Ja, toch wel met een zuur gevoel. Ik denk als je op het laatste moment 3-3 maakt, dan moet je daar tevreden mee zijn. Maar wat ik eerder al aangaf, wij willen uitwedstrijden gaan winnen en dominant zijn. Dat hebben we deels gedaan, alleen er zijn ook standaard situaties en die moeten wij beter gaan verdedigen. Wat moet er nog meer beter naast die standaard situaties? Ik denk als je 3 goals in de uitwedstrijd maakt dat het goed is. Ik denk dat we goed posities wel speelden en we hebben hoog druk gezet. Dus ik denk dat het goed is, alleen we moeten wel minder goals gaan tegenkrijgen. Vervelend als je dan hoort dat Den Bosch ook weer wint. Die lopen dan ook weer 2 punten uit. Ja, dat is heel zuur. Alleen er zijn nog 18 wedstrijden. We krijgen hun zelf nog, dus er zijn nog genoeg wedstrijden. En ook wel een zwaar programma, hè? Roda, Twente. Wie, Den Bosch? Nee, jullie, de komende periode. Ja, maar allemaal thuis, dus dat komt helemaal goed. Toch wel een dingetje, hè? Thuis is dat toch wel iets positiever, hè? Ja, dat wel, ja. Maar als je ziet dat vandaag, je maakt 3 goals uit, kan je niet ontevreden zijn. Alleen wat ik al eerder aangaf, die doelpunten waren te makkelijk.